allemaal, leuk dat je vergeet naar deze nieuwe video. Voor jullie, als deze video online komt, is het vrijdag. Maar voor mij is het vandaag zondag. Dus ik ga lekker self-care dateje houden. Vandaag ook de titel self-care Sunday. Ik ga lekker een maskertje opdoen. Lekker een maskertje in mijn haar, lekker mijn wenkbrauw doen. Gewoon lekker chill dagje. Dus ik dacht misschien is het wel heel erg leuk om jullie daarin mee te nemen. Heb je er heel veel zin in deze video? Doe dan alvast een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. Ik ga denk ik beginnen met een lekker masker in mijn haar. Want dan kan dat eventjes ondertussen lekker intrekken. Ik doe eigenlijk twee keer per week een masker in mijn haar. Op woensdag en op zondag. Op woensdag doe ik vaak Olaplex in mijn haar. Zal ik even laten zien. Dan gebruik ik vaak deze. Die heb ik ook wel eens vaak in mijn weekvlogs laten zien. Maar dat is de Olaplex nummer 0 doe ik dan in. En de Olaplex nummer 2. Maar die heb ik dus afgelopen woensdag al gedaan. Dus ik ga nu gewoon een lekker masker in mijn haar doen. En dit zijn de twee die ik hier heb. En die ik het fijnst vind. Als eerst deze van Garnier. Bananenmasker. En deze van Rivelle. Total Repair. Maar ik ga voor deze. Want deze vind ik echt super lekker ruiken. Die vind ik gewoon heel fijn. Dus ik ga deze in mijn haar doen. Ik ga eerst even mijn haar losmaken. Oké, ik ga mijn haar een klein beetje nat maken. En dan ga ik daarna het masker in doen. Zo. Even mijn haar verdelen. Kijk, hij is ook echt al bijna op. Moet bijna een heel bestellen. En dit ga ik gewoon verdelen over lekker mijn hele haar. Lekker veel, lekker dik. Because I like that. Zit in mijn haar. Ik denk dat ik het even een half uurtje tot drie kwartier ga laten intrekken. En ondertussen ga ik even lekker ontbijt maken, want ik heb nog niet ontbeten. Dus dat gaan we lekker doen. En dit is trouwens lekker het pak wat ik aan heb. Deze is van Chiquel. Hij is zo lekker zacht. Met een bijpassende broek. Hij is echt, oh, jullie zouden het echt moeten kunnen voelen. Dat is zo lekker. Oké, we hebben dus geen brood meer. Dus ik denk dat ik bananenpannenkoekjes ga maken, want daar heb ik op zich wel heel veel zin in. Dus ik moet alleen even het recept opzoeken, want ik weet het niet meer. Volgens mij is het alleen banaan en ei. Dacht ik. Er staat dus dat ik twee eieren nodig heb. En een banaan. En kaneel als ik wil. Oké, ik heb lekker gegeten. Het masker is ondertussen in mijn haar getrokken. Dus ik ga nu lekker douchen met deze. Ik gebruik dus deze shampoo en conditioner van Love Beauty and Planet. Met de Shea Butter en Salamwood Oil ofzo. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat nu in de winter mijn haar hier wel snel vet van wordt. Deze vind ik fijner in de zomer, omdat in de zomer is mijn haar best wel droog. Maar ik maak ze gewoon eerst eventjes op en dan koop ik weer andere. Want in de winter gebruik ik deze dus maar dan in drols. Dat is met rozen en zo. Daar wordt mijn haar wat minder snel vet van. Maar in de zomer is mijn haar best wel droog. Dus dan vind ik deze juist wel fijn. En ik ga onder de douche mijn gezicht even scrubben met deze gezichtsscrub van Clay & Glow. Ik vind hem echt heel erg fijn. Zit Yo-Yo Beat In en Meloen. En ik vind hem echt heel erg fijn. Hij is niet heel grof of zo, zeg maar, die korrel.
Ik ben klaar met douchen. Ik heb even lekker een trui aangetrokken en lekker een chillbroek. Wat ik nu ga doen is een beetje olie in mijn haar. Dit is de Moroccan Oil. Maar wat ik dan doe is, ik haal mijn haar uit deze haarhanddoek. Die heb ik toen een keertje gekocht bij de Decathlon. Ik doe een beetje olie op mijn handen. En dit verdeel ik over mijn haar, terwijl ik het nog niet heb geborsteld. Eigenlijk voornamelijk alleen op de punten. En dan wat ik over heb, dan doe ik voor de rest van mijn haar nog een beetje. Dan pak ik deze heat protector, want ik ga straks mijn haar feunen. En dan spreek ik gewoon een beetje door mijn haar heen. En dan doe ik weer opnieuw die handdoek om mijn hoofd heen. Want ik ga namelijk een masker op mijn gezicht doen. En als er ergens niet tegen kan, is het als mijn schone haren door mijn gezicht gaan wanneer ik een masker op heb. Dus dit laat ik nu eventjes zo zitten dat het gewoon lekker kan opdrogen. En dan gaan we een maskertje opdoen. Het masker dat ik gebruik is ook van Clean Glow. Eigenlijk bestaat mijn hele skincare routine uit Clean Glow. Ik heb er niet voor betaald gekregen. Ik heb het wel opgestuurd gekregen. Maar ik vind het gewoon oprecht hele fijne producten. Ik vind het vernieuwde masker, dus dit masker, ook beter dan het oude masker. Even hoe schattig. En het potje is ook al bijna op, dus ik wil echt eventjes een nieuwe bestellen. Milan die gebruikt het ook, dus we gebruiken hem eigenlijk altijd met z'n tweeën op de zondag. Kijk, hij is echt bijna op. Ik moet echt een nieuw kopen. Maar er is ook een maskerkast bij. Dus daar ga ik lekker eventjes mee aanbrengen. En laat ik het gewoon droog totdat het is opgedroogd. Oké, het masker is bijna helemaal droog. Je ziet dat het hier nog een beetje nat is. Maar ik heb geen zin meer om het erop te laten zitten. Dus we gaan het weer lekker afhalen. En dat doe ik gewoon met een handdoek. Het masker is eraf. Lekker schoon weer. En als laatste ga ik deze van Clean Glow opdoen. De moisturizer. Miel gebruikt dus ook altijd. En we vinden hem allebei heel fijn. We gebruiken wel maar één pompje. Omdat het anders echt best wel veel is. En als het goed is, heb ik dus ook nog een kortingscode van Clean Glow voor jullie. Dus als die nog geldig is, zal ik die wel eventjes in de beschrijving zetten. Voor als je ook geïnteresseerd bent in een van deze producten. Normaal ga ik nu altijd mijn wenkbrauwen doen. Maar ik kwam er dus net achter dat de hars die ik altijd gebruik, dat die op is. Dus ik heb alleen nog maar een pincet. En dat vind ik dus niet heel erg chill. Bij mijn vader ligt nog meer hars. Dus dan doe ik dat van de week bij mijn vader wel. Dus ik ga nu denk ik lekker mijn haar feunen. En mijn haar mooi maken. En dan lekker een make-upje opdoen. En dan is het alweer klaar. Echt jammer dat ik die hars ben vergeten. Want normaal ga ik dan ook mijn wenkbrauwen verven. Mijn wimpers verven. En dan lekker mijn bovenlip harsen en mijn wenkbrauwen harsen. Maar misschien is het leuk om daar dan wel nog een aparte video of zo van te maken. Dus geef je duimpje omhoog als je dat leuk lijkt voor een aparte video. Maar dan ga ik nu gewoon lekker mijn haar feunen. En de feun die ik ervoor gebruik, die heb ik sinds kort nieuw. Dat is deze feun van Babyliss. Babyliss Paris. Ik zal even een linkje ervan in de beschrijving zetten. Ik heb hem gewoon zelf gekocht bij bol.com. Er zitten al wat haren in. Maar ik ga hier gewoon lekker mijn haar mee feunen. Ja, ook een beetje plukjes stijlen. Want ik heb dus een keratinebehandeling gedaan. Maar die begint nu een beetje uit te werken. Dus ik zal het en met de feun gaan doen en met de steltang. En de steltang die ik gebruik is deze rijststeltang. Want doordat hij zo klein is, kom je gewoon overal heel goed bij. En deze is van Max Pro. Dus.
Zo, ik heb mijn haar gesteld, gefeund, zodat het lekker droog is. En ik ga nu als laatste mijn make-up doen, want ik ga straks lekker eten met vriendinnetjes. Ik vind het wel eventjes lekker om wat om mijn gezicht te doen. Dus ja. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik dit setje van Catrice. Deze. En een kwastje van Kiko en een spoelie gewoon van de Ethos. En ik gebruik zeg maar die donkere kleur aan het einde en dan die lichte kleur aan het begin. Vroeger waren mijn wenkbrauwen echt heel donker. Zeg maar voor de mensen die mij, denk ongeveer 1,5 jaar geleden volgde. Toen was ik gewoon echt een heel ander mens. Nou, ik hoop dat ik daar niet meer op lijk. Want echt als ik er naar terugkijk, denk ik, oh wat zag je eruit. Heel bleek, dikke wenkbrauwen, donkere wenkbrauwen. Echt, zag ik er niet uit, maar oké. Okay. Ik moet echt van de week mijn wenkbrauwen en mijn wimpers gaan verven en harsen en zo. Dan gebruik ik deze zeep voor mijn wenkbrauwen. Deze van Boosie Brow Soap. Die heb ik dus opgestuurd gekregen. Ik vind het echt best wel fijn werken. Het is wel een beetje uitzoeken nog hoe en wat, maar ik vind het wel fijn. Dan mijn wimpers gebruik ik deze oogpotlood van Essence. Mascara van Maybelline en deze lash primer van Smashbox. Het begint buiten al een beetje te schemeren, vandaar dat het ietsjes donkerder is, denk ik. Maar ik ben helemaal klaar met mijn self-care day. Vriendinnetjes komen zo meteen lekker eten, dus daar heb ik er wel zin in. Wel een beetje jammer dat ik natuurlijk mijn wenkbrauw en mijn wimpers niet heb kunnen doen. Maar lijkt het je nou leuk als ik daar een aparte video van maak? Laat het dan eventjes weten in de reacties. Dan weet ik dat ik die binnenkort kan gaan filmen. Ik hoop dat je dit alsnog een leuke video vond. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer.